Doe dit onderzoek samen, privaterschappen. Ze hebben allemaal een stukje onderzoek gedaan. En dan proberen ze het weer samen te brengen. Dat zelf ook overzicht hebt. Dat als Oscar vraag krijgt, dat hij een deel antwoord kan geven. Hier zo. Ja. Ja, we hadden het onderzoek graag in 2018 al uitgevoerd. Dan hadden we het dit jaar heel efficiënter kunnen toepassen. Maar goed, we zitten nu in 2020, al helemaal een bijzonder jaar. En ik zit echt met spanning te wachten op de resultaten die uit het onderzoek komen. Welkom bij dit overleg. Voor Sophia wordt er getolkt. Misschien wel het belangrijkste waar ik zo meteen mee start is van hoe loopt het nu met de monitoring. Achterin volgens Bart en daarna Yvette zullen laten zien hoe het allemaal gaat met de instrumenten, het monitoren ervan, de beelden ervan. Ik ben Sophia in Neverdijk. Ik ben benieuwd met de verkeersmonitoring en verder advies. Ik ben Sophia Luijendijk. Ik ben beleidsmedewerker monitoring water en advies. We staan hier bij de locatie waar sinds 2018 metingen worden gedaan. En sinds 2020 hebben we hier ook nog meer metingen die plaatsvinden. Heb jij een sleutel? We kunnen hem gewoon even openmaken en dan erin kijken. We meten de phreatische waterstand. En dat doen we door middel van meetbuizen. En we hebben bodemvochtsensoren en waterspanningsmeters. En al die informatie wordt weer aan elkaar gekoppeld. En dit is eigenlijk een beetje een ruimtelijk perspectief. Dus hier heb je ook weer de Hennepslootkade, hier heb je de Duifpolder. Verder hier onderin zie je ook het neerslagverloop. En dan kan je een beetje zien van, nou, dus dit was een beetje de natte periode. En dan zie je dus hoe die grondwaterstand weer wegzakt. En deze buitjes in april eigenlijk, die doen heel weinig met de grondwaterstand. Dus dat is ook wel weer, die grondwaterstand reageert er nauwelijks meer op. En dat is eigenlijk omdat het water wat dan valt, dat gaat niet meer naar, nou, het komt niet meer bij de grondwater, maar dat blijft gewoon hangen in die onverzaagde zone. Nou, over het satellietdeel van het onderzoek. Wat ik met jullie wil kort doorlopen is hoe dat nou eigenlijk werkt, zo'n satelliet. Hoe je uit een optische satelliet de droogte kunt meten of schatten is een beter woord. Dan ga ik bijvoorbeeld eens naar die Duifpolder. Daar was Oscar vanmorgen. En daar kan ik eigenlijk hetzelfde doen. Ik kan transparant maken. Ik kan door de beelden heen lopen. Dus dit is het beeld van 30 mei, 25 mei. Het doel van de satellietmetingen is om de bodemvochtinformatie vanuit de satelliet te koppelen met de bodemvochtmeters die hier staan en de metingen die hier gebeuren. En de metingen die hier gebeuren zitten precies in één pixel. Het is nu zo droog dat we de resultaten meteen kunnen gebruiken. We hebben net een scheur gezien, dat is ongeveer 6 meter lang, 60 centimeter diep. Die is 2 weken geleden al door de inspecteurs opgemerkt en gelijk de week daarna is die gerepareerd door er bentonietklei in te stoppen en de bovenste 10 centimeter met gewone klei af te vullen. Ik kan je voorstellen als we 200 kilometer dijk moeten inspecteren, zoals dat nu ongeveer het geval is met de droogte waar we nu in zitten, dat je het liefst daar doet, op de plekken waar de dijken ook daadwerkelijk droog zijn. En daarom is dit onderzoek zo belangrijk, dat we de juiste dingen doen op de juiste plekken op het juiste moment. Sophia, jij staat als volgende. Heb jij nog iets voor de rondvraag? Wat is hier? Welkom te zien. Ja, ik vond het leuk om te zien. Het ziet er heel goed uit. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten. Dus hoe die satellietbeelden ook vooral gekoppeld gaan worden.